de eerste gloednieuwe De Leukste Thuis van dit jaar. En nog een heel gelukkig nieuwjaar. Dat voor al diegenen die ik nog niet gesproken heb. En dat zijn er volgens mij niet zo heel erg veel. We hebben de feestdagen weer overleefd. En het enige dat blijft, dat zijn de extra ponden en natuurlijk de homevideo's. Handig was wel dat u de rampen van de kerst op kon nemen met de videocamera die u met Sinterklaas hebt gekregen. Ik denk dat u inmiddels net als ik de boom heeft weggedaan. En dan is het ineens zo'n kaal gezicht. Nou, om dat lege plekje nog heel even weg te nemen, dromen we voorlopig voor het laatst van een White Christmas. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the trees listen and those children they listen to hear sleigh bells in the snow. White Christmas, with every Christmas card I write today, may your days be merry and bright, and may all your Christmases en de kerstman voeren in Nederland een populariteitsstrijd op leven en dood. Een strijd die zeker gewonnen gaat worden door de middenstand. Persoonlijk ben ik een fervent aanhanger van de Sint. Die hoort echt bij onze Nederlandse cultuur. We moeten een beetje oppassen met die kerstman, want voordat je het weet krijg je Amerikaanse toestanden. Het gezin is gelukkig weer compleet in dit gezellige kersttafereeltje. Ook oom John is weer van de partij na zijn jarenlange verblijf in de inrichting. What did you get? Het is een voortdurende bron van kerstvreugde. Die blije kindergezichtjes als ze hun cadeautjes hebben uitgepakt. Het betreft hier ondergoed. En hier sokken. My mother still doesn't realize I'm 28 now. I'm not 8. There's a 2 in front of that, Ma. Hey, the hood fits. If the hood fits, wear it. Er bestaan nog altijd van die ooms van het type De Leukste Thuis, die zichzelf als het grootste geschenk aan de mensheid beschouwen. De tekst "en toen daalden de engeltjes neer op aarde" wordt hier wat al te letterlijk opgevat. Het jongetje Link speelt dit jaar de rol van Tai Tai Pop. En dat kan een taaie klus zijn. Sommige dieren moeten erg wennen aan de kerst. Zij kijken liever even de kat uit de boom. Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat zowel opa als zijn kerstverhaal volgend jaar kerst niet meer welkom zijn. O Comet, O Cupid, O Donner en Blixen. To the top of the porch, to the top of the wall. Now dash away, dash away, dash away all. All right. You be good boy, okay? Oh. You have a good Christmas, okay? All right? Christmas, you gonna freeze your buns off. I'm gonna freeze my buns off. I'm gonna freeze my buns off. Op een gegeven moment zijn de cadeautjes gewoon op
Wie dan nog het onderste uit de kan wil, krijgt het deksel op zijn neus. Het wordt wel snel donker rond deze tijd van het jaar. Een kerst zonder kerstboom is als een Sint zonder paard, Piet zonder zak, een schoen zonder wortel of de leukste thuis zonder mij. Het kan wel, maar het is gewoon een stuk minder leuk. Rockin' around the Christmas tree at the Christmas party. Laat keutels achter. Een hond draait gewoon een drol. Een paard laat eens een vijg vallen. En een koe bakt een vlaai. Wat is de Nederlandse taal toch rijk, zolang het maar over uitwerpselen gaat. Maar hoe heet het eigenlijk bij een olifant? Daar bestaat niks voor. Dus hebben wij van de Leukste Thuis er iets voor bedacht. Dat noemen we vanaf nu een flinke blooper. John and Peter having quite a handful trying to bring in this little one. Vic. Here we go. This is Lulu. She's from Chessington Zoo. And she's being, she's leading in her keeper, Alec. And she's also leading us in as well. Well, we thought we'd get our hand in with a sort of mini elephant to gradually build up the big ones in Ceylon. But we've got our troubles now, so I don't know what's going to happen in Ceylon. Well, let's just see if I can take the leg there and see if I can hold her. Well, she's an Indian elephant, like the elephants that we can expect to meet in Ceylon, and they're distinguished by their very small ears. Ooh. And also their phenomenal strength. Well, let's go back a bit. That's it. I think you better keep her out. Okay, fine. Whereas an African elephant, let's walk round again. There we go. Like a merry-go-round, isn't it? An African elephant has great big ears, and these are quite tiny. Well, I think I'm going to give her a bucket of water and see if that'll come here, Lulu. Settle her down. There you are. There's the bucket of water. I've been feeding her. Wait, at the moment she has 12 pints of milk a day and two buckets of water, but when she's fully grown, she'll have 50 gallons a day, and I wouldn't like to be the one who has to give her all that. And you'll notice that she hasn't got any tusks, and actually in Ceylon, even the male elephants don't have tusks. Oh, and, we're having a slight penny now. They're supposed to be drinking it, Lulu. Dance to all elephants, though, now. Well, the interesting thing about elephants, of course, is their trunk, this huge, great, extra limb, which is really a nose and upper lip. That even when she was up on two legs, she couldn't manage to get her legs completely straight. Now, has anybody got any ideas on what it was that prevented her from doing that? Well, I think we're going to see all sorts of very exciting new and different things when we're in Ceylon. As I was saying, we'll see all sorts of very exciting things. I shouldn't leave her here to have a great gallery. She'll be all right, yeah. The one thing we must do, one very important thing before we leave, and that is to make sure that our animals are going to be as happy as we're obviously going to be when we're on holiday. Oh, get off me, foot! Well, our animals aren't going to be happy, in fact, because they're going away on holiday too. They're going to spend it out in the country, but Lulu won't be there.